begrijp ik. Maar waar ging het dan? Hoe is mijn mama? Die is net wakker. Mooi. Kijk eens wat Johan heeft meegebracht. Hé. Hey. Sorry. Ik heb er geen zin meer in. Puber. Als jij nou een vaas gaat halen, Adrie. Alsjeblieft. Ik dacht dat Johan mee zou komen. Hij kon niet. Maar de bloemen waren zijn idee. Ik hoorde hem toch net? Het onderzoek nu verder. Ik heb 40% in één en de andere jongen weet hoe het. Zo. Hé. Wat een toeval. Ja, ik ging even een broodje eten, toen zag ik Jan zitten. En ik heb hem uitgelegd waarom ik daarnet kwaad wegliep. Vuile klootzak. Kim, doe even normaal. Hij loopt toch alles door? Kim, relax. Zo erg is het er niet. We hadden toch afgesproken? Niet zo erg. De moeder wordt ook altijd zo kwaad als ik te laat kom voor een afspraak. Johan heeft mij beloofd dat hij voortaan beter op de klok zal letten. Beloof jij dan dat je niet meer zo snel boos op hem wordt? Mooi. Kun je het nu goed maken. Dank je wel. Nog één keer. Ben ik het. Ja. Van harte gefeliciteerd, Adrie. Je bent de vader van mijn kind. Zo, dus jij bent Johan. Ga zitten. Iets drinken? Nee, dank je. Oké. Hoe lang zijn jullie al samen? Je bedoelt Kim en ik? Wie anders? Of ben jij er zo eentje met meer vriendinnetjes? Nee, sinds een half jaar ongeveer. Maar jullie kennen elkaar al langer? Ja, we zitten bij elkaar in de klas. Dus... Sinds de brugklas. Kwam jij al bij haar thuis, voordat jullie iets kregen? Nee. Maar daarna wel? Ook niet vaak, ze kwam meestal bij mij thuis. Dus je kwam er wel eens, maar haar moeder kende je niet? Nee. En Adrie, de vriend van Leonie? Nee, ook niet. Had ze tegen jou wel eens over hen? Esmee, hey, sorry dat ik even stoor. Doe dat dan ook niet. Nee, maar weet je, heel even hoor, weet je waar ik Youssef kan vinden? Weet ik veel, onder mijn rapport of zo. Had ze het wel eens over die twee? Over wie? Over Adrie en Leonie. Nee, kan ik me niet herinneren. Ja, ze is niet zomaar van huis weggelopen, dus er moet iets zijn. En hij heeft het nooit met jou over gehad, met haar vriendje. Wat wil je nou? Is het niet erg genoeg dat de moeder doodgaat? Laat Kim gewoon met rust. En mij ook. Het is niet meer bellen graag. Ik bedoel, die jongen hè, die de vader is, dat is gewoon een jongen uit haar klas. Niks mis mee. Terwijl het eerst net leek alsof ze op zijn minst verkracht was. Ja. Dus jij vindt ook dat ze raar doet? Dat weet ik helemaal niet. Waarom zou ze dat doen? Weet ik veel, dat weet ik dus niet. Het is echt erg, maar echt heel erg. Lieverd, alsjeblieft. De kleinste die kunnen wel wat hebben. Zullen we anders... De baby is van Adrie. Welke baby is van Adrie? Mijne, deze. Wat? Die vuile hufter, die klootzak, die gore smerige verkrachter. Notabene de vriend van je moeder. Met... Wil jij mijn kindje adopteren? Op school praat ze over me en jij loopt alleen maar te zeiken. Mijn moeder is dood, ja? Ik wil gewoon dat ze terug... Ze heeft gisteren de klas verteld dat je terugkomt. En gevraagd of iemand nog wat wilde weten over je moeder. Niemand zei wat. Lange stilte. Belachelijk. Waarom heb je er niks van gezegd? Ja, ik was er niet bij. Ik heb Nederlands van Mulder. Hoe zeg ik jou iets wat nou juist te vaak wordt gezegd zonder emotie? En hoe zeg ik jou op mijn manier uit de grond van mijn hart? Ik... Ja, ik weet dat het niet is wat je bedoelt, maar ik kan het gewoon niet. Je moet gewoon rappen. Alsof jij dat kan. Denk jij dat je beter bent omdat je mij niet kent? Alleen maar gissen omdat je niet kan dissen. Denken te weten wat ik voel. Oh, daarvan word je cool? Beledigen voor de sier?
Denk als jezelf en niet als een kuddedier. Zo moet het. Oh, en nu moeten we jou zeker 3 rol geven. Pas maar op dat die baby niet uitkomt. Johan, hang even in. Ben je ook zwanger? Is het besmettelijk of zo? Waarom kunnen rappers niet zwanger worden? Omdat die borstvoeding moeten geven. En daar krijg je lelijke tieten van. Ik wil even wat zeggen. Ik weet dat jullie het stom van me vinden dat ik zwanger ben geworden, maar ik weet ook zeker dat jullie het niet altijd met condoom doen. Dus kijk naar mij en doe volgende keer niet zo dom als je met iemand in bed ligt. En voor de mensen die willen weten wie de vader is, dat is mijn zaak. Maar het is niet Johan. Dat mocht hij willen. Ik probeer ook alleen maar te dealen met de hele situatie. En nou ja, het was super verwarrend en niet makkelijk. Dus eigenlijk kan ik dat gestoorde gedrag van jullie er niet bij hebben. Als je wat wil vragen, vraag het. Maar ga alsjeblieft niet achter mijn rug omlullen, want dat trek ik nu eens even niet. En ik heb van 3 mensen wat gehoord in deze klas toen mijn moeder doodging. En dat vond ik heel erg tof. Zo. Iets drinken? Ja, Cola Light. Ja. Hey. Hoi. Weer helemaal hersteld? Ja. Was het zwaar, de bevalling? Ach, je doet niet voor je lol, hè? En waar is je nu? Het is toch een jongetje? Ja, hij is bij zijn pleegouders. Oh. En daardoor kan ik nu lekker naar Londen. Hoe heet hij eigenlijk? Tommy. Maar mag je hem nu nooit meer zien? Jawel, als ik zou willen wel. Oh, dus je gaat af en toe nog naar hem toe? Nee, hoe kom je daarbij? Nou, ik bedoel, je wilt toch zien hoe die opgroeit? Hé, hey, waar moet jij mee? Ga maar even weg, oké? Mag toch wel vragen hoe het met hem gaat? Noah, het is goed. Op. Ik zoek hem niet op, want het gaat goed met hem. Dus het zou hem alleen maar verwarren. Nu toch nog niet? Het is een baby. Het is goed zo. Dat die nijzer meegaat. Niets van aantrekken. Je dumpt van straks gewoon bij Mimi in het British Museum, maar dan zijn we daar ook weer vanaf. Ja, en zo schiet er een paar pijntjes in. Ja. Moet je spreken? Ik had gezegd dat ik je niet meer wilde zien. Ja, 5 minuten. Nee, de bus komt zo. Ik hoorde net die docenten zeggen dat die bus niet goed geregeld is. Misschien is het beter als je gaat. Hou je van je tanden? Zeg maar opstouten, ja? Doe even normaal. Lekkere vrienden heb jij. Is dat de vader? Als jij niet met me meekomt, laat ik deze foto's aan iedereen zien, ja?